Lieve stripvrienden, goedenavond. Het is 21 april en ik ben de stripverzamelaar. En ik wil deze keer weer even een vlog met jullie doorlopen over een Robbedoes en Kwabbernoot album. En waarom nou specifiek deze? Nou ja, ik ben ook veel aan vlogs aan het kijken van Jacarino Dost en de stripvlogger. Zoals jullie weten is de stripvlogger Marcel Haster en is hij groot fan van Robbedoes en Kwabbernoot. En pas geleden hadden ze een leuke vlog opgenomen in Arnhem bij de stripwinkel Aldaar. En daar hadden ze het onder andere over de reeks Robbedoes en Kwabbernoot. En op basis daarvan had Jacarino Dost de hele reeks even besteld. In ieder geval wat ik zag tot zeker in de 40. Maar deze vlog gaat over een tekenaar die wat onderbelicht is, namelijk José Luis Munuera. Want deze tekenaar die heeft de album 47 tot en met 50 onder zijn hoede genomen. En daarna heeft hij de serie Zwendel als spin-off getekend. En voor de rest is het gewoon een geweldig tekenaar. Maar dit album wat ik dus hier voor me heb liggen is het album Parijs onder de Seine. En dan zowel de luxe versie van Kani uitgeverij. En aangezien ik een groot liefhebber ben van de grafische stijl van strips, wil ik gewoon even met jullie kort laten zien hoe dit album eruit ziet. En nou ja, zoals je ziet, het is een album in een oplage van 150 stuks met een bijgevoegde print. En het mooie aan dit soort luxe albums vind ik altijd dat het een mooie uitvoering heeft. Het is altijd mooi gebonden en heeft ook vaak wat extra schetswerk. En de meeste zijn ook gesigneerd. En deze is niet anders. Je ziet het hier ook staan, een oplage van 150 exemplaren, genummerd en toegevoegd een ex libris in dit geval. Hier zie je nog eventjes een aantal andere dingen. Jean-David Morvan, zoals je net ook zag op de voorkant, is dus de scenarist. En daar wordt eventjes iets over uitgelegd. En daarachter zit dus een heel mooie katern. En hier wordt nog eventjes wat informatie gegeven over de tekenaar Munuera. Tekenaar van pas in de 40, dus nog een jonge tekenaar. En ja, heeft al heel mooi werk verricht. Maar zoals je ziet, deze luxe uitgave is volledig in zwart-wit opgetekend. En dan zou je zeggen, joh, dat is toch jammer, want je mist een beetje de kleur. Dat is ook deels waar, want kleur geeft altijd wat meer levendigheid, vind ik, aan de pagina's. En laat een beeld ook vaker spreken. Maar in de zwart-wit stijl zie je toch een beetje het proces van de tekeningen. En zeker ook deze, omdat je deels de schets ziet, maar ook dan het gedeelte wat geïnkt is. En dat maakt helemaal mooi dat je het proces goed voorbij ziet rollen. Ik weet dat striptekenaars zelf ook wel een voorkeur hebben voor dit soort albums. Gerben Valkema heeft bijvoorbeeld wel eens van die luxe Asterix albums in zijn kast staan. Om het proces te zien hoe die dan bijvoorbeeld her of der een inktstreepje kan zetten, ja of de nee. En erg leuk om te horen en te zien. Maar je ziet de stijl, het is een hele leuke en vooral wat expressievere stijl die Munuera heeft. Hij bracht ook heel veel technische snufjes in de albums terug. Ik vind het soms ook wel eens vergelijkbaar met een beetje manga-achtige stijl. Veel robots, veel actie, veel van dit soort teksten. Het ziet er soms een beetje comic-achtig uit. Wat meer actieachtig, zoals je hier ook ziet. Maar het is een absoluut mooi album. En daarom wil ik eventjes kort met jullie een aantal van deze pagina's laten zien, zodat jullie hopelijk ook geïnteresseerd raken in het werk van Munuera. Hij is, als het goed is, wel eens een keer in Nederland geweest om te signeren. Ik dacht dat dat in Breda was. Helaas moest je daar snel bij zijn en dat was ik niet. Dus ik heb helaas nog steeds geen tekening dan wel iets in een boek staan wat ik toch heel graag een keer zou willen. Maar er zal vast een kans komen dat ik hem weer tegenkom. Hier nog een mooie print van het kasteel in Rommelgem. En hier nog even leuke plaatjes van Spip. En hier even mooie beesten die hij dan tekent. Het speelt zich dus ook volledig af in Parijs. Dat is ook wel leuk. En dat sprak natuurlijk de Franse lezers destijds denk ik erg aan. Ik loop hem eventjes nog een beetje door. En dan kunnen jullie nog even zien hoe die verder eruit ziet.
Maar het is altijd mooi, dit soort albums. Lekker groot ook. En vaak hardcovers. In dit geval is het er een met een linnen rug. Dat is de bondenheid. En hier achterin zit nog wat moois. Ik zal eventjes laten zien of ik dat een beetje netjes kan krijgen. Wat schetsen. Achterin van de personages. En ook hier nog eventjes. En dit is ook leuk, hè. Dat heb ik ook wel eens in een kleine Robbe-vlog van mij laten zien. Dat zijn die pagina's die je dan over de kleuren drukt. En dan komt de pagina eigenlijk tot leven. En die zitten dan dus los bij in dit geval. Dus erg mooi dit soort albums. Mijn vraag is ook, hebben jullie ook dit soort luxe verzamelalbums van bepaalde reeksen in jullie bezit? En zijn jullie bijvoorbeeld extra trots op een bepaald deel, ja of nee? Ik hoor het natuurlijk graag in de comments. Als je nog geen lid bent van dit kanaal, abonneer je even. Like uiteraard. En ik zou zeggen, tot een volgende vlog maar weer. En maak een mooie avond van.